Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Het is toch weekvlog? Ja. Oh, leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Geef alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus... En nog een paar huishoudelijke mededelingen. Namelijk, morgen komt Hart voor Paarden Rewind 2017. Dus dat is heel leuk. De actie van Middenhof en Applejack laten we even één weekje doorlopen. Omdat er onwijs veel vertraging met de post was. En nu zien we dat er steeds meer binnenkomt. Ja. Maar dan mogen jullie allemaal nog even meedoen als je dat wil. Dus kijk vooral nog even naar die video's. Dus veel plezier met deze week. Oh, en deze week zijn we in de Ardennen geweest. Oh ja! Hoe vond je het? Ik vond het heel leuk. Toch wel? Ook best zwaar. Ondanks dat je wel niet kon zien. Ja, dat was wel jammer. Maar het was wel leuk. Oké. Okay. Nou, veel plezier met kijken. We gaan op reis en we nemen mee. De dozen. Rick. Dozen en een LS in mijn been. Auw! Het is een beetje vol zo. Ja. Nou ja. Lukt wel, hè, Rick? Ja, prima. In het bos aan het wandelen. En LS heeft het zwaar, want hoeveel stokken kun je hier halen? De test is omgekukeld. Kijk, eerst stond ze en toen, laat je rug gezien, toen lag ze in de blubber. We zijn in Rémouchon. Kijk, dit soort water dat kennen we toch niet zo goed in Nederland. En hier gaan we... We zijn hier in Rémouchon en ik denk ik te filmen wat. Oh, we zijn hier in Rémouchon, we filmen wat. Dat is Altwin, die zien jullie niet zo vaak, al helemaal niet in de video. Maar hij doet mee deze vakantie, geloof ik. Rikje, Rik daar is die. Rik die verdwijnt, oké. Okay. Maar we gaan even een paar grotten bekijken, dus ik ben benieuwd. Test die laars aan het aantrekken, want de laarzen zijn zo vies dat die konden niet in de auto. Hoe komt dat, dat jij moe bent? Ik heb niet heel goed geslapen. Hoe komt dat? Omdat we een spelletje aan het spelen waren. Ja, een drukke boel het is. Ja. Heb je er zin in? Zin in. Heb je er zin in? Ja. Goed zeg. Maar, ik ben echt wel aan het thuis ben. Ja. Gewoon erin donder rijken. Ik heb een keer van mijn boel. Ja. Nou, we zijn bij de grotten van Rémouchon. Dat is wel cool hoor. Het is weer wat anders dan een paard, maar... Kijk, het verhaal achter deze grotten is dat wij hier geweest zijn toen Rick een jaar of drie was. En toen zijn we deze tocht-tour ook gaan maken. En toen moest Rick huilen. Dus we zijn nu 16 jaar later. En de vraag is, gaat Rick nu ook huilen? We zijn nu in de grotten. En hier is het water. Dat zie je denk ik niet zo heel goed. Mag dan lopen, meneer. Goed. Ja, ja. Zo, dit is 700.000 jaar oud. Ja. Ik vind het wel heel vies uitzien. Vies? Wat is er vies aan dan? De kleur. Ja, de kleur, oké. Okay. Dat hebben we al iemand hoog gemeld. Nou, over een paar honderd jaar is deze tot aan het plafond. Ik denk een paar honderdduizend. Ja, ook. Ja, ik weet nog niet. Het is een best grappetje, jongens. Ja, Rick houdt niet van vies, dus die heeft het zwaar. Deze zijn ook soort echt hoog. Oké, ter voorkoming van vieze broeken moeten opgerold worden. Ja, we hebben al laarzen. Harry, die heeft geen laarzen. Dus die lukt. Yo. Hallo? Ja, hier. Joehoe. Hey. Ja? We zijn op weg naar de grootste watervallen van België. Alice. Alleen ben ik nog wel bang dat Alice nog meer springt. Het zal meevallen. Het is niet gek.
En ze kan zwemmen. Oh, heb jij de poten nu gezien? Ja, gelukkig hebben we een achterbak met een plastic ding erin. En nee. We zijn op avontuur. Ik word gefilmd. Door een man. Kijk dan. Het is toch geen pad? We gaan nu even verder. We zijn net op een raar pad geweest. Iedereen wil niet terug via dat pad, behalve ik. Maar wat deed je op het pad? Nee, het heeft mopperen, nu vind ik het leuk. Toch wel leuk, hè, avonturen. Nou, we hebben de watervallen gevonden hoor. Dit zijn wel de kleinste van België. En dit zijn de grootste. Rijdt hier een beetje door die watervallen. Lekkers gemaakt, want ik heb er natuurlijk 5 dagen niet meer gezien. Dus dan zien jullie hoe ik eigenlijk weer naar Bel toe ren. Nou, volgens mij vindt ze het lekker. Ze ging net een beetje hinneken naar me. Ja. Nou, en dan is het ineens op. Was het lekker, Bel? Ja. Zo is het ook tijd om de bel te spelen. Kijk maar. Kijk! Het is Bel! Bel smaakt heel blij. Nou, wat er ook altijd bij hoort, bij verzorging van een paard. Nou, ik ga een beetje laten zien wat je daarvoor nodig hebt. Wat je dan allemaal kan doen is rijden, is ook spelen. Bel, kijk, daar komt ze. Dan kun je het gewoon leren om achter je aan te rennen of naar je toe te laten komen. Of leren drinken uit de sloot. Een kusje van Bel. Hoe heet jij ook alweer? Leila. En jij bent het nichtje van? Kim. Van welke Kim? Kleine Kim. Ja, kijk, daar is kleine Kim. En wat ga je doen? Ik ga op het paard rijden. Wat is dat? Stappen. Durf je dat wel? Ja, want ik ben al een keertje op een paard gereden. Oh, heel goed voor jou. En Tess, ja? Die is zo lief om eventjes Bel uit te lenen. Ze mag ze even uitstappen. En ik heb ook een hartjesring in mijn zak. Een hartjesring in je zak. Kijk, ze heeft ook een hartje daar. Ja, dus je zit met een hartjesring of een hartjespony. Ja, en die zit wel... in mijn zak. In die zak, ja, dat is wel handig. Oké, okay. Nou. Moeten we maar even gaan lopen. Dan blijf ik naast je lopen. Dat is wel gezien. Ja, dan kan Kim je er nog afplukken als het misgaat. Ga niet mis. Elise, yeah. Ga straks even kijken wat je hebt gezegd, oké? Okay? Yeah. Zo, daar komt Bel, de brave Pennypony. Dat doet ze helemaal goed. Zo moet het natuurlijk ook gewoon. Bedankt voor het kijken naar de weekvlog. We gaan volgende week wel nog even een poll doen, een extra video. Voor welk goed paardendoel de spullen gaat krijgen. Dus jullie krijgen ergens nog een extra video. Ik weet alleen nog niet precies wanneer. Die gaan we in elkaar zetten. Ja. En dan zeg ik alvast een heel goed uiteinde. En een fantastisch begin.
En gelukkig nieuwjaar. Ja. Want dat is het maandagval. Dus 18. Ja, cool. Dus tot volgende week. Doeg! Doeg.